Gezellig. Ja, want het begint al een beetje donker te worden. En vandaag lezen we het verhaal van Donker. Lezen. Diep in het bos, als het licht bijna slaapt, is er iets wat Donker wakker maakt. Tussen de dekens, warm en zacht, is Donker stiekem bang voor nacht. Kijk, daar ligt Donker in bed. Voor lampenlichtjes die verdwijnen, voor schaduwfiguren die verschijnen. Met niemand om zich heen voelt Donker zich griezelig alleen. Woehoe. Buiten blinkt iets in het zicht. Het glimt, schittert en verlicht. Het voelt zo warm, veilig, fijn, kon Donker maar net als lichtje zijn. En zonder erbij stil te staan, snelt Donker achter lichtje aan. Waar zouden ze naartoe gaan? En wat zou hij allemaal te... Oh. Praten. Donker, die is in het verhaal een beetje bang voor de nacht. En het wordt hier ook steeds een beetje donkerder. Vind ik eigenlijk ook wel een beetje spannend. Maar ik heb een nachtlampje. Kijk. Dat is mijn lievelingslampje. Die zet ik altijd aan als ik naar bed ga. Heb jij ook zo'n lampje thuis? En doe je die ook aan voordat je gaat slapen? En het is buiten nu ook donker. Maar dan kun je ook hele mooie leuke dingen zien. Bijvoorbeeld de sterren, ja. En wat schijnt er nog? Zoiets groot. Oh ja, de maan, ja, die ook. En het is nu vroeg donker. Dus als je bijvoorbeeld na het eten misschien nog even buiten mag lopen, dan zie je overal mooie lichtjes nu. Misschien zie je van zulke lichtjes in de bomen of van die leuke lantaarntjes met verlichting. Ga maar eens rondkijken. Doen! Donker, die gaat in het verhaal lopen en komt ook in het bos. En dat gaan we nu maken. Wat heb je nodig? Een paar van deze takjes. Pak ze snel even buiten. En dit. Gaan we aan de slag. Nou, leuk toch? Al zeg ik het zelf. En krijg je nou niet genoeg van lekker knutselen, dan kun je natuurlijk ook zelf donker maken met witte en zwarte klei. Want donker is eigenlijk heel erg leuk. Veel plezier nog in het donker. Zo, en nu ben je nooit meer alleen in het donker.